Zondag 7 oktober 2018, een jaar geleden, stonden de Ragtime Roemers om dit tijdstip nog een beetje zenuwen in hier de rustende jager in Nieuw-Vennep. Want ze deden toen mee aan de Dutch Blues Challenge. En die wonnen ze. Niet tot verrassing van haar eigen, want zij dachten natuurlijk, dit is wel goed. Een jaar later, hoe voelt het nou om weer op dezelfde plek te staan? Nou, heb ik helemaal een vraagje mis. Ik was zo ondersteboven van je aankondiging. Hoe het is om op de plek terug te staan die jullie een jaar geleden hier gewonnen hadden? Het is leuk om hier terug te zijn. Het is leuk om alle andere bands te zien die nou hetzelfde gaan meemaken als wat wij hebben gehad. En ik hoop dat het net zoveel gaat opleveren als wat het ons heeft mogen opleveren. Dus, het heeft wat opgeleverd, daar kom ik zo op terug. Maar het mooie is, jullie gingen toen naar Scandinavië, dag Noorwegen, hel, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Daar was de Europese Blues Challenge en je wordt dan ook uitgezonden naar de Blues of de internationale in Memphis. Maar de Europese wonnen jullie. En dat ging niet zonder slag of stoot, want de heenreis was al een beproeving. Ja. Vertel. Het heeft uiteindelijk 55 uur geduurd om daar te komen. Want we gingen met mijn auto. Punt. Nee. En ziet hij er hetzelfde uit als jij? Ja, die is ongeveer net zo toegetakeld. Zonder koppeling ga je gewoon niet ver komen. En alle garages die waren vol. We konden dan op, weet je, de volgende woensdag of zo konden we dan terecht. Weet je, dat soort dingen. En uiteindelijk, gelukkig had een van ons vervangend vervoer bij de ANWB. En dat heeft ons toen wel gered. Want we waren eigenlijk meer van hoe gaan we überhaupt nog thuiskomen in plaats van dat we bezig waren met die challenge. Maar dat heeft denk ik uiteindelijk wel ook gewoon zijn voordelen gehad. Ja, want je kon je niet zenuwachtig maken voor de challenge zelf. Nee, toen we daar waren, waren we gewoon vet blij dat we daar waren. We wilden alleen maar spelen en met iedereen gezellig kletsen. Dat was het, ja. Hoe is het dan in zo'n internationaal gezelschap te verkeren? Wat schiet je ermee op als band zelf zijnde? Muzikaal gezien, maar ook qua connecties? Je merkte heel erg daar dat de bands heel erg divers waren qua bluesstijlen, zeg maar. Er was bijna geen één band hetzelfde, dus dat was fantastisch om te zien en om ook die stijlen met mensen te praten over een muziekstijl, over een afkomst en hoe de band gecreëerd is en alles. Want je bent daar in principe 2 dagen en je zit dicht bij elkaar allemaal, dus je hebt heel veel te praten, je kan heel veel met elkaar omgaan. Maar ook qua promotie was het daar echt ongelooflijk gedaan. Er waren boekers van overal en wij moesten de eerste dag spelen en de tweede dag was eigenlijk pas de uitreiking van wie gewonnen had. Dat was over 2 dagen verdeeld. En we merkten ook... Zou je wel verwachten bij een wedstrijd over 2 dagen? Dat is waar, ja. En we merkten gewoon al dat na ons optreden op de eerste dag dat er al genoeg werd gedaan in promotie. Dat we toen al genoeg dingen binnenkregen en genoeg aanvragen kregen en alles. Dus dat was echt te gek gedaan. Ja. Dan gaan we even over naar de prijsuitreiking. Dat schijnt ook een apart verhaal te zijn geweest bij jullie. Hoe is die verlopen? Wie kan daar iets over zeggen? Sjaak. Het ging zo dat wij hadden de bus alweer geladen, want we moesten de volgende dag de ferry halen naar Denemarken. En dus we hadden onze truien alweer aangetrokken en de jassen en de hoed op en de muts op. Dus we dachten, oké, ja, we moeten wel nog even nog wel wachten op die uitslag, want dat is wel zo netjes. Dus wij stonden klaar zo en toen werd onze naam afgeroepen, ja, en toen brak de hel los. En toen moesten we nog een nummer spelen, dus we moesten onze spullen weer uit de bus halen om toch nog even 2 nummertjes te doen. En toen werd ons aangeboden dat wij mochten overnachten daar in een of andere congresruimte. Daar werden een paar stretchers neergezet, hebben we nog geslapen. En de dag daarna bij het ontbijt, toen kwam iedereen naar ons toe. Ook de grote man van Rough Records die ons een contract aanbood. Dus dat was natuurlijk wel heel erg mooi en positief. Dus, Van alle dingen die jullie eigenlijk, wat het opgeleverd heeft om te spelen en de Europese Blues Challenge winnen, was het aan het platencontract van Thomas Roef, Rough Records. En daarnaast ook heel veel festivals, want ik kom nog wel eens op een festival, maar de Ragtime Roemers waren altijd present. En vaak wel eens opener, maar je staat er wel op gerenommeerde en hele grote festivals in heel Europa. Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, dat was vooral heel erg druk. Kijk, als je dan weet dat wij bijvoorbeeld in 1 week speelden wij, was het ook alweer? Ik weet het al bijna niet meer. Litouwen. Ja, Litouwen, vandaar gingen we gelijk door naar de Azoren, toen weer naar België, naar Peer en toen de dag daarna weer naar Hondarribia in Spanje. Dus we hebben er wel van geleerd, van dat leuke tripje met onze bus. Dus we zijn wel allemaal
gevlogen. Dat was natuurlijk wel zo fijn. Maar het was een hele drukke week. En daarna ook Moulin Blues gedaan. Culemborg, ja, noem maar op. Overal hebben we gestaan. Dus dat was echt te gek. Ja. Wat leer je dan eigenlijk het meeste van? Zijn jullie trouwens beroeps? Of zouden jullie beroeps willen worden? Met Ragtime Rumors? Fulltime? Inmiddels wel beroeps, ja. We hebben een VOF opgericht. Dus ook dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Ja, ja. Het enige nadeel is dat je ook een boekhouding moet gaan doen. En, ja, dat hoort bij een eigen. In Limburg is dat een nadeel, wil je zeggen. Het hoort bij het professionaliseren van je vak. Als jij geboekt wilt worden, moet je dat zaakje ook op orde. En een hoop bands die maken daar nog wel eens fouten mee. En dan kan het wel eens verkeerd aflopen. Muzikaal gezien. Veel gespeeld. Een cd-contract op zak. Maar dan moet er ook een cd afgeleverd worden. Zijn de nummers al klaar op papier? Het album was af toen we in gesprek raakten met Thomas. Dus eigenlijk was dat al bijna helemaal af. Hij zei zelf van hij wilde nog een paar dingen aanpassen. En daar waren we mee akkoord. En we zijn inmiddels bezig met ons tweede album. Voordat deze officieel al uit is. Deze komt officieel 19 oktober uit. Dus 2 weekjes? 2 weken, ja. Ja. Dus het is de 23e volgens mij. 26e in Lindwerra in Duitsland. Thuisbasis van Thomas. Ik heb een cd bij me, mag ik die laten zien? Je mag hem, tuurlijk mag je die laten zien. Sjaak, dit is hem. Wat staat erop? Liedjes. Nee, hier staat... even kijken, hoeveel nummers staan erop? 12. 12 nummers op. Het is een doorsnee van alles wat we doen eigenlijk. Dat varieert van een heel akoestisch rustig nummer tot een heftig, zwaar Way Too Smart bijvoorbeeld. Wat gelijk flink tekeer gaat. Er zitten invloeden bij van Tom Waits, Gypsy Jazz, gewone jazz, blues natuurlijk ook. Dus het is een mix van alles en nog wat. Ja. Nou, het is jullie zicht op wat jullie willen maken in de muziek. En het is een afgeleide van de blues. En een van de kritieken die er vorig jaar was, het was geen blues. Wij zijn verre van bluespolitie. Wij vinden het geweldig als mensen de blues als basis nemen, dat oppikken. En in hun eigen handjes daar iets van gaan vormen. Zodat het mensen voor hun oren daar weer gestreeld worden. En is jullie meer dan uitstekend gelukt. Als je de Europese Blues Challenge wint, dat betekent er iets. De internationale, was het verschil tussen de Europese en de internationale Blues Challenge? Want daar zit toch wel een verschil in volgens mij. Dat is een heel groot verschil. De volledige organisatie is anders. Bijvoorbeeld in Memphis moest ik zelf mijn contrabas regelen, wat nogal wat voeten en aarde had. En uiteindelijk vond ik een bas waarbij ik echt oprecht heel bang was dat hij in tweeën zou klappen tijdens het optreden. Het einde van de show niet zou halen. Ja, en in Noorwegen werd gewoon daadwerkelijk alles geregeld. Je werd ontvangen en meteen overal naartoe gebracht. En daar was gewoon, de optredens waren op één plek. Dus ik heb ook bijna alle bands gezien, terwijl in Memphis had je, het was één straat en die hele straat was vol muziek. En dat is natuurlijk geweldig, maar het nadeel... Waarschijnlijk Beale Street. Ja, maar het nadeel is dat je dus niet alles kan zien, zeg maar. Ja, dat hoort natuurlijk, als er zoveel bands meekomen doen, kan je niet alles zien. Maar je hebt heel veel verschillende plekken waar het plaatsvindt. En ik vond in Noorwegen, het is iets kleiner, maar daardoor krijg je er veel meer van mee. Dat gevoel had ik tenminste wel erg. Ik vond Noorwegen echt heel fijn. Geweldig. Een tip voor bands die nu meedoen of bands die nu nog zitten te twijfelen of ze wel of niet mee zouden doen voor het volgend jaar. Wat is jullie tip? Ik denk, ja, gewoon doen. Als je lekker speelt hier, dan heb je een zaal voor je met mensen waardoor je gezien wil worden. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is waarom dat we überhaupt hebben meegedaan hier. Omdat we hebben een keer eerder met een andere band, Tom en ik, meegedaan. En we merkten, ja, we hadden niet goed, weet je wel, verder niet echt... Het was gewoon alleen gewoon dat er zoveel mensen waren die dit tof vonden. Die hebben we allemaal bereikt en dat heeft ons ook toen echt geen windeieren gelegd. Dus hoe dan ook, het is echt een heel fijn platform om jezelf te presenteren.
En ik wil nog wel heel even reageren. Net klonk ik misschien wat negatief over de International Blues Challenge. Dit is een geweldige ervaring om mee te maken. Maar als ik gewoon de twee vergelijk, zeg maar, lag Noorwegen mij meer. Maar Memphis, ik bedoel, het is natuurlijk te gek dat we dat als band hebben ervaren. En in die omgeving is hebben gezeten. Dus vat het niet te negatief op. Ik ben er geweest. Ik snap wat je bedoelt. Ik ga jullie bedanken voor dit interview. Ik ga jullie nog veel plezier te wensen. Jou een hoop wijsheid bij het aanwijzen van de nieuwe winnaar van deze keer. En jullie gaan vandaag nog een stukje spelen op het einde van de Blues Challenge, zodat de mensen daar nog een keer van kunnen genieten. Succes met de nieuwe cd. Dankjewel. Dankjewel.